De les begon met een warming-up, maar er moet natuurlijk ook geleerd worden. Maar ik wil eigenlijk wel zien wat jullie kunnen. Ik heb namelijk begrepen dat jullie al goed Duits kunnen spreken. Normaal krijg je gewoon les van docenten en nu staat er ineens een robot voor de klas. En ja, hij maakt het wel een stuk gezelliger. Ja, je hebt toch wel aandacht zeg maar, voor de les en je hebt meer zin in de les. Dan verklaar ik jullie nu tot man en vrouw. De robot trekt met zijn grapjes de aandacht van de leerlingen. Maar kan hen ook op veel manieren helpen met leren. Ja, je kan hem voor heel veel dingen gebruiken. Hij kan dingetjes uitleggen. Je kan hem, omdat ik Duits geef, ook Duitse dingen laten zeggen. Je kunt hem op de gang zetten en dan samen één op één met de leerling dat hij iets gaat vertellen. Of woordjes met ze gaat oefenen. Robot Nao lijkt een taalwonder. Dat was wonderbaar. Echt super. Maar daar heeft hij wel een beetje hulp bij nodig. Nou, dat leert hij van mij. Maar hij kan het niet uit zichzelf nog. Daar zijn we wel mee bezig, dat hij ook uit zichzelf echt de Duitse taal kan spreken. Maar nu moet ik dat zelf wel inprogrammeren. En ik denk dat dit nog maar een klein begin is, maar dat we zeker hiernaar overgaan. Op wat voor manier dan ook. Maar de technologie die gaat hard. Dus ja. Ja, heb je straks geen baan meer? Het zou kunnen. Dan ga ik iets anders zoeken. Ja, het zou wel kunnen. Ik weet het niet.